In de Hatertse Venne bij Nijmegen is vandaag een dode gevonden. Maar gaat het om de vermiste Mariska Peters? Goedenavond. En verder, vandaag precies 71 jaar geleden werd Nijmegen plat gebombardeerd door Amerikaanse bommenwerpers. Sommigen overleefden het. Dat kun je niet verwerken. En koopjes, die zitten er niet bij, maar dat maakt de bezoekers van de miljonairsbeurs niets uit. Geld op de bank heeft geen zin. Is er nu na weken onzekerheid dan eindelijk duidelijkheid over het lot van de vermiste vrouw uit Nijmegen? In de zoektocht naar de 21-jarige Mariska Peters is vandaag in de Hatertse Venne een dode gevonden. Bij de vindplaats staat verslaggever Arjan Hoefakker. Ja, Arjan, de grote vraag is natuurlijk of het om Mariska Peters gaat. Dat is inderdaad de grote vraag hier al de hele dag. Daar is nog geen antwoord op. Hier achter mij, 100 meter achter mij, is vanochtend een lichaam gevonden. De politie heeft het gebied nauwkeurig in kaart gebracht. Er heeft een politiehelikopter vanmiddag rondgevlogen. En forensisch onderzoekers van de politie zijn de hele dag al bezig om onderzoek te doen op dat lichaam. De familie van Mariska Peters heeft een speurhondenvereniging uit Duiven ingeschakeld. En zij zijn vanochtend hier aan het zoeken gegaan. Zo'n 40 reddingshonden van reddingshondenvereniging RHWW uit Duiven trekken hier vanochtend de bos in op zoek naar Mariska. De vrijwilligers brengen het gebied in kaart en kammen het gezamenlijk uit. Nou, van een vriendin van de familie heeft van de week met mij contact opgenomen. Of wij misschien het kanaal af wilden gaan zoeken, want dat vermoeden was dat ze daar aan het kanaal lag. Toen hebben we contact opgenomen met de politie, want we werken altijd samen met de politie. En toen zei de politie, nou, als jullie toch komen, dan hebben wij nog een aantal gebieden. Als jullie die ook af zouden willen zoeken, zou dat heel erg fijn zijn. En dat heeft u gedaan en toen kwam u vanochtend hier? Dat klopt, dat hebben wij gedaan. En zo'n groot gebied hebben we de samenwerkende reddingshondengroepen. Die hebben we allemaal benaderd. Dus we waren hier met 40 honden vanmorgen. Na 10 minuten zoeken wordt er al een lichaam gevonden. De politie wordt ingelicht en die zet het hele gebied af. Forensische onderzoekers van de politie doen de hele middag onderzoek op het lichaam om vast te stellen of het inderdaad de vermiste Mariska is. Ja, en familie en vrienden van de vermiste Mariska Peters leven al weken in onzekerheid. Was het een ongeluk of was het zelfmoord? Misschien wilden ze wel zelf verdwijnen. Dat zijn de vragen waar ze mee worstelen. De plotselinge verdwijning werd al snel een zoektocht van familie en politie. Op 9 februari is Mariska op weg naar hun vriendin, maar daar komt ze nooit aan. Haar auto wordt de avond erop gevonden in Nijmegen, maar van de 21-jarige Mariska geen spoor. De familie zit in onzekerheid. Ik weet helemaal niet meer, waar moet ik denken. Dus, ja, iedereen hoopt dat ze terug komt lopen. Omdat de politie wacht met extra inzet, besluiten ouders en vrienden om zelf acties op touw te zetten. Met flyers proberen ze meer informatie te krijgen. Niks van de gehoord. Zal ik bij mij aan een boom hangen met mij voor? Ja, als u wil. Afgelopen donderdag besluit de politie om een team grootschalig onderzoek op de zaak te zetten. 25 man zoekt naar Mariska. En ook vandaag dus. De politie denkt aan het eind van de dag uitsluitsel te kunnen geven over de identiteit van het gevonden lichaam. Het is lang geleden, maar bij de mensen die het meemaakten staat het op het netvlies gebrand. Precies 71 jaar geleden verwoesten Amerikaanse bommenwerpers een groot deel van de binnenstad van Nijmegen. Honderden mensen kwamen om. Vandaag wordt het bombardement herdacht. Als wij tegen de datum van 22 februari aankomen, dan begin ik altijd al een beetje van binnen een heel raar gevoel te krijgen. Dan komen de verhalen van de mensen weer en dan komt dat allemaal weer boven. En dan gaan je gedachten toch weer terug naar die fatale datum. Bert van Horsen was destijds bijna 8 en woonde in de Van der Bruggestraat in het centrum. Hij had het geluk dat hij die dag niet was overgebleven op school. Anders was hij er zeer waarschijnlijk niet meer geweest. Ik stond op het punt om weer naar school te gaan toen om 1:15 het sein veilig gegeven werd. En toen liep ik de deur uit en toen ging het luchtalarm weer. 1:50 was het ongeveer. Ja, toen moest ik onmiddellijk terugkomen thuis. En ja, toen ging de hel los, hè. Het waren Amerikaanse vliegtuigen die de stad bombardeerden. Mogelijk dachten de piloten dat ze boven het Duitse Kleef vlogen. De chaos was enorm. Wij zijn dus namelijk door
de puinhopen gelopen, waar we zelfs nog de lijken zagen liggen. Met name in de Ziekenstraat en op de oude Zijgelbaan en bij de Koningsstraat hier. En ja, dat heeft op een kind van 8 jaar zo'n verschrikkelijke impact gehad. Dat is niet te beschrijven. Wij herdenken met de schommel de bijna 800 slachtoffers die op 22 februari 1944 in Nijmegen vielen door Amerikaanse bommen. Het is heel iets bijzonders geweest. En dat staat nog steeds op mijn netvlies gebrand, als het ware, die dag. Ze stapte er speciaal voor op de fiets. NEC-fans op weg naar de uitwedstrijd tegen Achilles. Dit en meer zo in het sportblok. Het gaat waarschijnlijk weken tot zelfs maanden duren voor alle senioren van de uitgebrande flat in Nijmegen weer naar huis kunnen. Eigenaar Woonzorg Nederland zoekt samen met Nijmeegse woningcorporaties naar vervangende woonruimte voor de getroffen bewoners. De brand brak vrijdagochtend uit in een snackbar onder de appartementen en sloeg over naar de seniorenflat. Alle 71 woningen moesten worden ontruimd. De gemeente Nijmegen houdt maandagmiddag een besloten bijeenkomst voor de bewoners en hun familie. Een marathon lopen is al zwaar, maar een marathon zwemmen is nog veel zwaarder. Toch waagde Jelmer de Ruiter uit Zeerenberg vannacht een poging om 1688 baantjes te zwemmen. Nou, we waren aardig kapot. Maar laatste stukje. Goed. Om 8:30 vanochtend gaat Jelmer onder luid gejuich van familie, vrienden en collega's over de finish. De hele nacht heeft hij gezwommen. 1688 baantjes. Er waren momenten dat hij dacht dat hij het niet zou halen. Ik ben mentaal 2 keer helemaal gebroken geweest. Diep in de put. Ik ben mezelf nog nooit zo tegengekomen, maar het was het waard. Ja, ik moet kijken wat enthousiasme en hoe blij iedereen is. En ik zelf ook. Dat enthousiasme langs de kant hielp hem er doorheen. Jelmer zwemt om geld in te zamelen voor een werkvakantie in Afrika. Samen met 5 collega's van het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem wil hij in een ziekenhuis in Tanzania werken. Het team zal er operaties doen die daar niet uitgevoerd kunnen worden. Dus we zijn enorm trots op hem. Echt fantastisch wat hij dit doet. Ja. Jelmer wil €4000 ophalen. De teller staat inmiddels op €2400. 6 gewonden gisteravond bij een verkeersongeval in Elspeet. Bij de aanrijding waren 3 auto's betrokken. Volgens de politie remde een automobilist om links af te slaan. Een achter hem rijdende bestuurder zag dit te laat en schampte de wagen. Hij kwam op de verkeerde weghelft terecht en botste daar op een 3e auto. De gewonden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een bril van €8000, horloges van €3000 per stuk of een champagnefles van €35000. Met de Pure Luxury Beurs in de Eusebiuskerk was Arnhem vandaag even het mekka voor de rijken en steenrijken. Wij willen uitdragen met deze beurs dat we weer mogen leven, dat we weer mogen uitgeven. Dat we eigenlijk, laten we wel wezen, geld op de bank heeft geen zin. Dan loop je alleen maar verder achteruit. Dan kun je maar beter zorgen dat het geld wat je hebt, dat je omringt met mooie spullen en dat je gaat genieten van het leven. Ik ben alleen maar meegegaan voor mijn vrouw. Ja, het is voor menig bezoeker nog even wennen, maar er mag weer open en bloot ongegeneerd geld worden uitgegeven. En dat kan op de Pure Luxury Beurs. Ik heb wat juweeltjes gezien en een wat stenen waarvan ze zeggen, nou ja, dat is wel leuk. Dat klinkt goed, hij heeft wat leuke steentjes gezien. Ja, wie weet, hè. Maar bij Nederlands Rijk is het nog altijd kijken, niet kopen. Menig standhouder klaagt dan ook over de belangstelling voor de eerste Pure Luxury Beurs in Arnhem. Sport dan, vandaag met Jacques Verhagen. Ja, Vitesse speelde vanmiddag in Enschede tegen FC Twente en won. Maar was het ook een goede wedstrijd? Nou, ik begreep van onze verslaggever daar dat het niet zo'n al te beste wedstrijd was. Maar Vitesse won wel met 2-1. Het kwam al vrij vroeg in de wedstrijd op een 1-0 voorsprong, doelpunt Labiat. Twente maakte gelijk, vlak voor tijd. Maar 2 minuten in blessuretijd maakte Kasesvili het winnende doelpunt 1-2. Het was een moeizame wedstrijd. We moesten uit de tenen komen. De eerste helft hebben we de controle. Creëren we een aantal kansen en staan we goed 1-0 voor. De tweede helft gaat Twente nog opportunistisch te spelen. Ik denk dat het ook met het veld te maken heeft dat heel erg belabberd was. En waar het moeilijk om te voetballen was. Maar dat deden ze goed. Ik moet ze een compliment geven, want ze zitten in een moeilijke periode. Maar
ja, ze hebben alles gegeven. En, ja, het was net niet genoeg. Wij scoren uiteindelijk nog de 2-1. En, het is een grote opluchting. Grote opluchting. Het was de 5e overwinning op rij alweer voor Vitesse. Dan gaan we 1 divisie lager. Een echte streak derby. Groesbeek, Nijmegen, terwijl Achilles tegen NEC. En de dag begon met een ludieke actie. Want de fans van de NEC, hier allemaal in beeld, gingen fietsen van Nijmegen naar Groesbeek. De supporters zaten ook allemaal door elkaar. Met de vlag in supporters nu. En zo meteen zien we dan het duimpje omhoog gaan van NEC-directeur Van Inge. Bellend en vrolijk op weg. Achilles begon goed, 1-0 voor. Dat hield ons ook vast tot de rust. Maar in de tweede helft maakte NEC de titelaspiraties waar. Het werd uiteindelijk 1-3, ook nog dankzij 2 benutte penalties. Verslaggever Jan Sommerdijk sprak met spelers van beide teams. Ja, dat is vandaag denk ik wel een matige wedstrijd. Maar ja, als je dan toch uiteindelijk nog zo makkelijk wint, dan moet je die maar gewoon snel meenemen en richting volgende week gaan. We moeten positief blijven. We hebben een helft lang het heel goed gedaan tegen NEC. We hebben goed partij geboren. Het was een mooie voetbalmiddag, denk ik, voor de supporters. Toch is iedereen teleurgesteld, want je staat gewoon mee naar voren in de rust. Dan geef je het gewoon eigenlijk te makkelijk weg. Maar het is ook kwaliteit van hen natuurlijk. Zo won NEC en blijft dus ook koploper in die Jupiler League. We gaan alle wedstrijden even op het rijtje zetten van de Gelderse clubs. Hier staan ze in beeld. Twente Vitesse, Achilles NEC. Morgenavond FC Twente de Graafschap. Ga niet naar Enschede, want de wedstrijd is in Emmen. En tussen haakjes ziet u de huidige plaats op de ranglijst. Dan van voetbal naar fietsen. Het seizoen voor Robert Gezing uit Aalten, dat is eigenlijk wel heel vervelend begonnen, hè? Vervelend begonnen, dat klopt helemaal. Hij moest uitstappen uit de ronde van de Algarve. En pech, want dat is er vorig jaar ook al een keer gebeurd in de Vuelta. Dat is de ronde van Spanje. En vorig jaar had hij meer pech, want hij moest ook nog geopereerd worden aan zijn hart in verband met hartritmestoornissen. Maar, zo zegt hij, ik ben weer helemaal fit en ga voor topprestaties. Ik ben daaraan geholpen toen de tijd en ik voel me rustig en ik heb daar eigenlijk geen last meer van gehad. Dus dat is fijn en de Vuelta was inderdaad gewoon super niveau. Ik bedoel, in principe rij je daar gewoon bij de eerste 10. Helaas kon ik dat niet afmaken door de thuissituatie op dat moment. Maar dit jaar is weer een nieuw seizoen en kijk uit naar mooie dingen die dit jaar kunnen gaan gebeuren. Aldus Gezing, de jonge vader. En dan nog Nederlands kampioenschap atletiek. En dat is dit weekend in onze eigen provincie. Met natuurlijk Daphne Schippers uit Arnhem. Hier zien we haar gehuldigd worden. Bloem in de hand. Ze won het verspringen met een afstand van 6,48 meter. En hier staat ze klaar voor de 60 meter sprint. De eerste meters zijn wat moeizaam. Ze komt wat langzaam op gang. Maar uiteindelijk wint ze toch ook dit onderdeel nipt. Maar het is wel haar tweede gouden medaille. 2 keer goud, maar ze was toch niet helemaal tevreden. Nou, op het verspringen had ik toch wel stiekem gehoopt op toch wel richting het Nederlands record te springen. En zeker na de eerste poging, wat leek op het Nederlands record, alleen ja, net een centimeter ongeldig. Dus nou ja uiteindelijk moet ik het ermee doen. Ik heb gelukkig de titel gehaald, dat was mijn belangrijkste doel. En 60 meter ging oké voor nu. Ik was niet zo heel scherp bij de start, dus dat kan nog een stukje beter. Het tweede stuk was wel technisch wel goed. Ja, een stukje beter zal het dan moeten over 2 weken. Want dan is het Europese kampioenschap in Praag. En ze is natuurlijk weer topfavorieten op deze onderdelen. Jacques, dankjewel. En dan nog het weer vandaag met Reinier van den Berg. Na een koude nacht was het prikkeldraad in Reden extra puntig door prachtige ijskristallen. In de ochtend een tijdje zon, maar in de loop van de morgen kwam er toch een heleboel laaghangende bewolking en zelfs even mist opzetten vanuit het zuiden. De loop van de dag kwamen daar dan ook wel weer een paar opklaringen bij. En het is wachten op dit grote wolkengebied, een storing, een front. En dat gaat vannacht regen, misschien ook even natte sneeuw brengen. Tot in de middag hadden we in Gelderland last van die laaghangende bewolking. Het meest in het oosten, in de Achterhoek. Opklaringen verder naar het westen. Bij ons ook aanvankelijk vanavond nog wel een paar opklaringen. Maar in de nacht de dikke bewolking en vanuit het westen regen. Tegen middernacht begint dat. En de regen kan met name in de Achterhoek enige tijd overgaan in natte sneeuw. Ik denk niet dat het tot de sneeuwdek komt. Temperaturen in het algemeen 2 tot 3 graden. Misschien in de Achterhoek even in natte sneeuw dalen tot plus 1. En een stevige zuidwestenwind. Matig tot vrij krachtig vannacht. Morgenochtend
trekt de regen vrij vroeg weg naar het oosten, naar Duitsland. En overdag zien we geregeld de zon doorbreken, de blauwe lucht. Maar er vormen zich ook wel wat stapelwolken. Mogelijk in de loop van de middag vanuit het zuidwesten ook weer een enkele bui die komt opzetten. Maar al met al, morgen wel een aardige maandag. Temperaturen 8 tot 9 graden met nog wel een matige, soms tippend vrij krachtige zuidwestelijke wind. Dinsdag een lokale bui, woensdag droog, donderdag een droge start en later vanuit het westen af en toe regen. En temperaturen de rest van deze week overdag 8, 's nachts soms dicht bij het vriespunt. Dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat het lichaam van de vermiste Mariska Peters uit Nijmegen mogelijk is gevonden in de Hatertse Venne bij Nijmegen. Het onderzoek is nog in volle gang. Op gld.nl vindt u de laatste ontwikkelingen. Ik wens u nog een fijne avond.